Waarom kom je elk jaar naar de rommelmarkt in Malden? Ja, omdat hier zoveel goede rotzooi is. Eindelijk was het zover. Zondag 4 juli vond de traditionele rommelmarkt van voetbalclub Juliana in Malden weer plaats. De rommelmarkt was coronaproof gemaakt en trok veel publiek. Wat heb je allemaal gekocht, joh? Spelletjes en platen en een strandstoel. Even aan het uitrusten? Ja, ik wacht op de koffie eigenlijk. Oh, je bent hem niet aan het uitproberen? Nee, ja, ook wel een beetje natuurlijk, maar mijn vrouw zou koffie halen, dus daar wacht ik even rustig op. Het is lekker druk, hè? Ja, het is heerlijk druk, maar wel op een verantwoorde manier. Hè. Zoals eerder al gezegd, 9000 vierkante meter aan oppervlakte. En iedereen is positief. Iedereen is zo blij dat we weer dit met de gemeenschap kunnen doen. Ja, en we hopen op een mooie opbrengst natuurlijk. Ja, want even voor de duidelijkheid, hoeveel vrijwilligers werken hier nu aan mee? Nou, vandaag hebben we 136 vrijwilligers die allemaal helpen. Nou, en tellen nog maar een 30, 40 man bij op die niet vandaag aanwezig zijn, maar ook heel veel betekenen in het voorwerk en het sjouwen. Dus ja, gigantische prestatie van de club. Bewust op zoek naar een trapje? Zeker. Ja, en ook nog niet eens voor onszelf. Het is een cadeau. Het is een cadeau, ja. Een groot cadeau dus eigenlijk. Hey, hoezo op deze zondag hier naartoe gekomen? Ja, we hebben er gewoon al anderhalf jaar naar uitgekeken. En zitten er leuke kerstspulletjes nog bij? Ik vind het leuk. Maar kerst in juli? Ik werk in een bejaardenhuis en dan is het heel leuk om het ouderwetse leuke spulletjes alvast te kijken. En wat gebeurt er eigenlijk met alle spullen die niet verkocht worden? Ja, daar hebben we samenwerking voor met goede doelen. Dus met het Blinde Instituut, maar ook sinds vorig jaar met de Sierra Leone Vereniging Arnhem. Die halen heel veel spullen op en verschepen dan naar Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. En daar wordt het aan de minst bedeelde uitgedeeld. Superleuk. Vorig jaar stonden we bijvoorbeeld daar in de krant in Sierra Leone. Nou, Malden in de krant in Sierra Leone, dat is toch wel ja, iets om trots op te zijn, denk ik.